Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal. Zoals meerdere malen is gewaarschuwd voor de vijfde golf, is dat nu een feit. Met een record aantal besmettingen van 820 gisteren op de dashboard, mag gezegd worden dat de vijfde golf nu al veel hoger ligt dan de vierde golf. Twee mensen hebben gisteren het leven gelaten. Het reproductiegetal staat op 9,11 en dat is enorm hoog. Volgens de WHO moet dit getal onder de nul zitten. Er zijn gisteren 1727 swabs afgenomen, waarvan 907 negatief zijn. Van de geteste mensen is 47,48% positief getest. Dit percentage moet volgens de WHO onder de 10 zitten. Twee patiënten worden verzorgd op de intensive care units en 14 patiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen. Dr. Steffen Vrede is infectioloog en die zegt dat de situatie in Suriname zeer zorgwekkend is. Waar de getallen onder de 10 zaten, zitten die nu binnen een week boven de 800. Dat is een zeer zorgwekkende toename van het aantal positieve. Het hoge percentage is te wijten aan de vele feesten rond de feestdagen, maar ook de Omicron-variant die naar alle waarschijnlijkheid reeds in Suriname is. Wel is dat officieel nog niet vastgesteld, omdat nog gewacht wordt op de resultaten van de samples die zijn weggestuurd. Een toename van gevallen is altijd zorgwekkend. Als je komt van enkele tientallen, of minder dan 10 zelfs, binnen een paar dagen, binnen een week denk ik, dat je boven de 800 zit. Dat is sowieso erg zorgwekkend. We denken dat het te maken heeft met inderdaad veel blootstelling rond de feestdagen. Dat is duidelijk, daar zijn voldoende verhalen over. Maar iets anders wat speelt is natuurlijk dat mogelijk de Omicron-variant in Suriname is geïntroduceerd. Dat hebben wij nog niet kunnen vaststellen. Maar ik verwacht tegen het eind van deze week, misschien begin volgende week, dat we daar uitsluitsel over hebben. En dat helpt natuurlijk ook niet. Want zoals we weten is de Omicron-variant veel besmettelijker. En we hebben nog nooit eerder zo'n snelle stijging gezien van de gevallen in Suriname. Dus ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met die zeer onverantwoorde feesten die er gehouden zijn rond kerst en jaarwisseling. Maar dat het ook te maken heeft met de introductie van de Omicron variant. Maar dat moet nog bewezen worden. Nu dat Omicron voor onze deur staat, is het aan te raden zo spoedig mogelijk jouw boostershot te halen. Vandaar dat de instanties besloten hebben dat alle mensen die 3 maanden geleden hun tweede prik hebben gehad, hun derde prik kunnen halen. Bij elke stijging is te merken dat de animo om gevaccineerd te worden toeneemt. Maar waarom wachten totdat er een stijging is? Er is al enige tijd geleden aangetoond dat met name als je een boostervaccinatie geeft, dat daar je het niveau van antistoffen dat je opbouwt, dat verhoogd wordt. En dat je daardoor beter bestand bent tegen die Omicron variant. Vandaar dat wij ook alweer een aantal weken geleden hebben goedgekeurd dat alle mensen eigenlijk voor een derde prik in aanmerking kwamen. Met name als je vorige prik, je tweede prik, meer dan 3 maanden geleden was, dan zouden wij adviseren om in ieder geval die derde prik te nemen. Juist omdat Omicron op onze stoep staat. Ik weet dat er heel veel mensen dat gedaan hebben. Er zijn ook veel mensen die dat niet gedaan hebben. Maar goed, ik reed vandaag langs het BOG en ik zag dat daar best wel wat mensen zaten op hun prik te wachten. Of dat hun tweede of derde prik is, dat weet ik niet. Maar er is wel animo. We zien trouwens iedere keer weer als het virus oplaait, dat er plotseling meer mensen denken van oh, nu moet ik gaan vaccineren. Dat is aan de ene kant iets heel goeds. Aan de andere kant zullen vele van die mensen of zullen sommige van die mensen al geïnfecteerd zijn. En als zij dan over 2-3 dagen plotseling COVID krijgen, dan gaan ze roepen van zie je, ik heb COVID gekregen van het vaccin. Dat is natuurlijk onzin. Maar gelukkig is het animo om te vaccineren weer wat hoger geworden. Het is wel alleen jammer dat mensen alleen maar doordat er plotseling heel veel gevallen zijn, plotseling gemotiveerd worden. Dat is
Maar goed, het is niet anders. Waarom zou men zich moeten haasten voor de boostershot? Infectioloog Dr. Vrede legt uit wat de voordelen zijn van de derde prik. Die booster heeft meerdere voordelen. Het voorkomt ernstige ziekte, zeker met de Omicron variant. Maar wat het ook doet, het beperkt transmissie. De mensen die een derde prik hebben gehad, die zullen als zij worden blootgesteld aan het virus, minder mensen ziek maken. Dus het is ook, er zit ook een hele sociale factor hierbij. Als jij je zorgt dat je je derde prik neemt, dan is de kans dat je andere mensen infecteert, mocht jij blootgesteld worden, is die kans veel kleiner. En ik hoop dat de mensen wat dat betreft hun sociaal bewustzijn zo sterk is dat ze beseffen dat het niet alleen, het gaat niet alleen om jou, het gaat om de samenleving. Want we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze samenleving weer in een soort van lockdown gaat. En dat kunnen, daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid voor. Dat is niet alleen een minister of een vaccinatiecampagne. We hebben allemaal een rol in zorgen dat, dat het leven weer normaal wordt. In Frankrijk is een nieuw variant ontdekt van het coronavirus. De Franse gezondheidsdienst, IHU, heeft de mutatie voorlopig de naam B1.640.2 gegeven. Er is nog geen Griekse letter voor. Het betreft een variant met 46 veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke virus. Moeten wij ons nu al zorgen maken? Ik heb ervan gehoord. Ik heb ook begrepen dat het echt een preliminary communication is. Het is te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Het is een variant met heel veel mutaties, nog meer dan van Omicron. Maar eigenlijk zou je verwachten dat als het echt gevaarlijk was, dat dat nu al zou blijken. Dus ik denk dat we nu even onze handen vol hebben aan Omicron. En überhaupt aan de outbreak, laten we dat nog even laten. Laten we ons daar nog niet ongerust over maken. Na de feestdagen zijn heel wat mensen ertoe overgegaan hun eigen sneltesten aan te schaffen. Hoe betrouwbaar zijn deze sneltesten die gewoon in de drugstore of supermarkten te vinden zijn? Nou, de sneltesten, we weten dat ze minder nauwkeurig zijn dan de PCR-testen die we op BOG en in het Academisch Ziekenhuis ook doen. Maar bij zulke grote aantallen kan je bijna niet anders dan sneltesten gebruiken. En als ze positief zijn, dan betekent het doorgaans echt wel dat je positief bent. Als die test negatief uitvalt, maar je hebt duidelijke klachten, dan adviseren we de mensen nadrukkelijk om alsnog naar BOG te gaan. Want daar kunnen ze dan op een andere manier kijken of je positief bent. Dus mensen die testen, dat doe je niet zomaar. Dat doe je meestal vanwege klachten. Als je klachten hebt die op COVID kunnen berusten en die sneltest is negatief, dan adviseren wij dat je dan naar een officiële testsite gaat, zodat ze daar kijken of je echt negatief bent. Het ministerie van Defensie heeft als taak het beschermen van Suriname en haar burgers, maar biedt ook ondersteuning aan andere instanties, waaronder de ministeries van Politie, Arbeid en Volksgezondheid. COVID is een pandemie, dus bieden wij ook de ondersteuning aan in de strijd tegen deze ernstige ziekte. Wij hebben als Defensie twee belangrijke taken: beschermen van Suriname en dus ook Surinamers. En tweede is ondersteunen. Ondersteunen. Zodra er een probleem is, een crisis is, een calamiteit is, maar ook op verzoek. En COVID is een pandemie, is een crisis waarin we als land zijn. Dus er is gevraagd dat we ondersteunen en we ondersteunen. We ondersteunen volksgezondheid met bewaking van posten, met een vaccinatieteam hebben we vanuit het militair hospitaal. We helpen met de bewustwording. Maar aan de andere kant ook in ziekenhuizen hebben we geholpen. Aan de andere kant ondersteunen we ook het ministerie van Arbeid met handhaving van de regels. We ondersteunen de politie met handhaving van regels. En we hebben natuurlijk ook een stukje grensbewaking bij ons, waar we ook kijken van dat besmette personen niet binnenkomen. En dat dat zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dat de regels die we hebben met betrekking tot personenverkeer, dat die ook nageleefd worden. Zo hebben we dus de immigratie en
grensverkeer. Minister Matura betreurt het dat zoveel Surinamers zoals artsen, verpleegkundigen en particuliere personen zich dag en nacht inzetten om coronabesmettingen te voorkomen en levens te redden. De minister vindt het een trieste zaak dat men de regels die vastgesteld zijn negeert. Ze kiezen er eerder voor om feesten te organiseren, fun te hebben zonder rekening te houden met de consequenties. We zitten midden in die COVID-pandemie en we willen met z'n allen die veiligheid van mensen waarborgen. Dat iedereen veilig is, dat mensen niet ziek worden, dat mensen niet komen te overlijden. We hebben nu meer dan 1100 doden in Suriname. En dat is heel erg. Heel veel Surinamers hebben een dierbare verloren. Daarom zijn er regels, regels die het gedrag van mensen in toom moeten houden. Zodat we met z'n allen elkaar kunnen beschermen. En die regels moeten gehandhaafd worden. En we vragen dat iedereen zich houdt aan die regels. En een van die regels is dat we afstand houden, dat we met een mondkap lopen, dat we onze handen sanitizen. Maar dat we ook geen feesten moeten hebben waar er een band speelt, waar mensen dan ongecontroleerd met elkaar praten, in contact staan, aanraken. Want dat zijn die mass spreading events, noemt men het. Weet je, plekken waar veel mensen in één keer besmet kunnen raken. Want als er één besmette persoon is, dan kunnen heel veel mensen tegelijk besmet raken. En dat willen we voorkomen. En dat toch zien we dat in de afgelopen periode heel veel mensen feesten hebben georganiseerd. En dat is erg onverantwoordelijk. Want aan de ene kant zien we dat artsen, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecties, maar ook heel veel particuliere mensen zich inzetten om levens te redden, zoveel mogelijk COVID-positieven te voorkomen. En aan de andere kant zie je dat weer Surinamers, burgers van dit land, verantwoordelijkheid nemen om feesten te organiseren, fun te hebben, plezier te hebben, zonder rekening te houden wat de consequenties kunnen zijn, dat veel mensen besmet kunnen raken en dat mensen dood kunnen gaan. En dat willen we niet hebben. Dus dat keur ik heel erg af. En dat is triest. We hebben nog een hele lange weg te gaan om mensen bewust te maken dat dit gedrag niet geaccepteerd moet en mag worden. De regering moet het juiste voorbeeld geven, zegt minister Matura. Want doen wij dat niet, gaan anderen het ook niet doen. Zij onderkent ook dat regeringsfunctionarissen soms onoplettend zijn en nalaten om de regels in acht te nemen. Maar ook leidinggevenden die in politieke partijen zitten, moeten het juiste voorbeeld geven. Laten we werken aan een gezond Suriname en stoppen om te kijken naar anderen die het slechte voorbeeld geven. Er zijn ook mensen die voorbeeldig zijn en toch wordt gekozen om te kijken naar het negatieve. Ja, dus de regering heeft een voorbeeldfunctie. Een voorbeeldfunctie onder alle omstandigheden en waar die voorbeeldfunctie nagelaten wordt, dat keur ik ook af, want wij moeten het goede voorbeeld geven. Dus wij moeten ook geen bijeenkomsten en activiteiten organiseren waar er meer dan 50 mensen zijn waar COVID-regels niet nageleefd worden. En wij hebben zelf in het PB opgenomen dat er een coördinator moet zijn die eigenlijk erop moet toezien bij elke activiteit van de regering dat alle regels nageleefd worden. Wij proberen dat zoveel mogelijk te doen, maar ik zie ook dat regeringsfunctionarissen soms dat we een beetje onoplettend zijn en nalaten om die regels heel strak in acht te nemen. Dus dat moeten we sowieso doen. En tweede is, want zien doen laat doen. Wanneer ze zien dat de overheid het gaat doen, gaan ze het ook doen. Maar ook leidinggevende functionarissen. Want elke samenleving heb je mensen die een verantwoordelijkheid hebben, die leiding geven, die in politieke partijen zitten, die in het bestuur zitten, die in leiding van bedrijven zitten, die hebben een voorbeeldfunctie. Die zijn leiders en die moeten het goede voorbeeld geven. Breed in die samenleving. En wanneer die mensen over de scheef gaan, dan gaan die mensen die daaronder zitten denken van, ja, als die het doen, mag ik het ook doen. En dat is al een hele tijd gaande in deze samenleving. En ik vind dat we daar een stop aan moeten zetten. En het begint bij jezelf. Elke leidinggevende in dit land en elke burger ook moet afvragen van wat is mijn rol en mijn verantwoordelijkheid? Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijn eigen land?
Want wij gaan het zelf moeten doen. Wij gaan dit probleem van COVID zelf hier moeten oplossen. Niemand gaat het voor ons komen doen. Als we nou 800 besmettingen hebben of 10 besmettingen, wij gaan het zelf moeten doen. En hoe meer besmettingen, hoe meer kans en risico dat mensen doodgaan, hoe meer de kosten gaan toenemen, hoe meer de overheid moet uitgeven aan ziekenhuizen en aan het genezen van mensen. En hoe meer andere mensen die andere hulp nodig hebben, bijvoorbeeld reguliere ziekten als iemand heeft een hartprobleem of een nierprobleem of wat dan ook, die mensen gaan geen prioriteit krijgen. Dus het probleem gaat alleen maar groter worden en dat willen we niet hebben. Dus ik denk dat iedereen in die samenleving een keer bij zichzelf moet gaan vragen van wat is mijn rol en wat is mijn verantwoordelijkheid en welke bijdrage kan ik leveren. En we moeten niet te veel kijken naar anderen, maar we moeten kijken meer naar goede voorbeelden. Want we kijken te snel naar negatieve voorbeelden en we spiegelen af aan die negatieve voorbeelden. Maar laten we nou eens een keer gaan kijken, want er zijn ook genoeg mensen die zich houden aan regels in dit land en heel verantwoordelijk opstellen. En laten we kijken naar die goede voorbeelden. En laten we ons gedrag afspiegelen aan die goede voorbeelden. En dat we ook ons opstellen op die manier, zodat we inderdaad een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Laat je testen bij elk symptoom. Zoals je weet zijn er heel wat besmettingen buiten en het staat op niemands voorhoofd wie wel of wie niet besmet is. Laat je ook gauw vaccineren. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal en vragen u van deze plek uit dat u zich houdt aan de regels. Tot de volgende keer.